Mensen van hetzelfde geslacht mogen vanaf nu trouwen op Aruba en Curaçao. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Want hoewel die eilanden onderdeel zijn van het Nederlands Koninkrijk, was het homohuwelijk daar tot nu toe illegaal. Stellen die toch wilden trouwen moesten uitwijken naar een eiland verderop. In Bonaire kan trouwen namelijk wel. Want dat eiland valt direct onder Haags gezag en daar gelden de Nederlandse wetten. Maar er rechten aan ontlenen, dat kan dan weer niet. Gerrit en Andries zijn dan getrouwd met elkaar, ze worden nog steeds gediscrimineerd. Dat betekent dus dat als ik bijvoorbeeld of mijn echtgenoot ziek wordt en in het ziekenhuis terechtkomt, dat ik geen beslissingsrecht heb, ook met erfrecht. Als ik kom te overlijden of hij komt te overlijden en we hebben samen, er is te erven, dan geldt dat niet. Dan krijgt hij, kan hij dus niks krijgen. De uitspraak van de Hoge Raad is een belangrijke juridische stap. Maar de echte uitdaging voor Aruba en Curaçao ligt in de sociale acceptatie van het homohuwelijk. Een proces dat jaren, misschien wel een generatie lang zal duren. De strijd daarvoor gaat onverminderd door, maar de vraag voor nu is of er vanaf morgen massaal getrouwd gaat worden. Het zou leuk zijn, maar ik denk het niet. Ik denk dat het mondjesmaat op gang zou komen. Het meest belangrijke verandert wel. Het gaat erom je rechten, dus dat je als mens behandeld wordt.